Onlangs heeft de Nederlandstalige Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten een mooi boek uitgebracht met 50 korte essays over de toekomst van wetenschappen en kunsten. Ik ben Frans Boenders, lid van de klasse van de kunsten van de Academie en ik praat vandaag samen met mijn confrater Mark Eiskes met twee vooraanstaande historici. Wat we hier de troonzaal noemen, is het erfgoed, een verwijzing naar de Hollandse tijd. Hè? Dus de koning kwam hier af en toe naar Brussel en die hield hier zijn hofhouding en ontving de notabelen van het Verenigd Koninkrijk. Nu weten we dat in sterren, binnenin, er wel degelijk muziek is. Akoestische golven noemen wij dat, fysici.